Twee, iemand zijn neergeschoten. We gaan het gebied veilig stellen. Gestolen voertuig scheurde daar voorbij. Ambulance vraagt om assistentie, wordt lastiggevallen. Eentje is uit de bocht gevlogen. Oh, sorry collega. Eentje is hier inderdaad over de kop gevlogen. Dat ik per ongeluk niet door had dat het groen was. Maar dan hoef jij niet tegen mij op te knallen en er vandoor te gaan. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPDVAL en more. En vandaag ga ik op pad met de Audi RS... RS zeggen. Omdat ik daar RS op bekend heb gesteld. De Audi A6 van de Nederlandse politie. Het is niet de 1-op-1 versie van de Audi RS... Welke weer zijn godverdomme. A6 die de politie gaat krijgen. Maar hij lijkt er toch verdoms veel op. In het echte Nederland zou de lichtbalk niet bij mijn hoofd zitten waar die nu dus zit. Maar zou die hier zitten. Waar mijn hoofd nu zit. Dit is ook de A6 2011 en je hebt de A6 2016 of 17 en die wordt dan voor de Nederlandse politie. Waarom heb ik mijn uniform nog niet aan? Omdat dat de tweede is wat ik jullie wil laten zien. Trouwens, shout-out naar Joost en Rowan van Team JR voor deze skin van de Audi. De Audi is gewoon zo te downloaden in het Engels geloof ik en dan hebben hun hem geskind, dus shout-out naar hun. Maar ik heb iets nieuws. En dat zijn nieuwe uniformen en dat ga je nu zien. Een nieuw motoruniform. Shout-out naar Daan. Daan is mijn mattie. Daan, shout-out naar jou dus. Nou, Daan kan zelf reageren in de comments als je dat wilt en zo niet. Ja, nogmaals, shout-out gewoon hem. En nu ga je het verschil pas zien. Kijk, dit is mijn nieuwe unmarked uniform, zeg maar. Ik kan altijd nog iets veranderen hoor. Dus dit is in ieder geval een beetje wegmisbruikers. Dan hebben we hier het met een jas. Gewoon een jas, ja, super vet toch. En dan nu het steekvest. Oh trouwens, jullie zagen dat bij de wegmisbruik. Ik heb een tatoeage weggedaan. Ik vind het toch mooier zonder. En dat is een persoonlijke kwestie. Dus het steekvest, dit zal ik het meeste gaan gebruiken. Dan heb je VP, die zullen we dadelijk aan gaan doen. Maar misschien pakken we de korte, maar we pakken gewoon de korte maatjes. De steekvest kort. Heb je VP kort, die zullen we dadelijk aan doen. Nou, en dan krijg je kogelwerend. Dat is ook wat anders, dus een wat minder dik groot vest. Dan heb ik ook alweer een kort, die zullen we dus dadelijk aandoen als we een BTGV of iets hebben. Dan gaan we naar de ME, dat is deze. En dan komt het leuke, want Wim kan nu ook bij de Kamar, marechaussee. Wim kan nu ook Kamar met korte mouwen. Deze ga ik heel veel gebruiken bij als ik met Kamar ga, want die vind ik zo vet uitzien, deze. Maar Wim kan ook oldschool gaan. Oh, dit is toch zo vet jongen. Ik vind het, ja, ik vind het echt een mooi uniform. Dus als we ooit weer eens een hele oude auto pakken, pakken we zeker ook het oude uniform. Kunnen ook nog oude uniform met jas en met pet. Maar Wim kan ook bij het AT. Of misschien is het Wim niet, want dat mogen wij niet zeggen. Hier ben ik zelf nog niet heel tevreden over. Ik vind Wim hier te, ja, te slank voor. Ik AT vind ik toch het brede schouders, gespierde arm. Weet je, dat vind ik hier nog tegenvallen. Het lijkt alsof een heel goedkoop uniform is. Maar goed. En dan kan Wim ook bij de ambu. Dus we kunnen vanaf nu ook de ambu met Wim gaan doen. Nou, dat was hem. Ik kan nog veel meer maken. Misschien zelfs brandweer. En dan denk ik niet Nederlands, maar wel in ieder geval... ja, dat. Brandweer. Wij gaan instappen in onze Audi. Blauw gaat uit. Nou, dit is dus de Audi. Dit is een soort van oranje. Die denkt van ik ga niet meer knipperen dan dit. Dan hebben we nog dit. Nou, en als we iets niet zien, dan zorgt de lichtbalk wel ervoor dat we iets gaan zien. Goed, wij gaan de straat op. We gaan niet alleen de snelweg op, wat de verkeerspolitie normaal doet. We gaan ook gewoon een beetje de noodhulpmeldingen meepakken. Ja, reed rood. En dat zag ik. Links is niet, rechts is niet vrij, nu wel. Dat zagen jullie ook. Ik heb geen stopborden verder. Dat zit hier allemaal niet op. Het is eigenlijk een Engelse auto.
De persoon spreken we even aan over het feit dat die rood reed. Krijgt hij om een keer over. Hallo. Wil even een rijbewijs van u zien. Carlos. Dankjewel Carlos. Ja, dankjewel. Even kenteken checken. Een moment ook Carlos. Voertuig staat op de naam van Carlos, oké. Okay. Je voertuig is niet verzekerd, Carlos. Dat is niet zo mooi. Hij, ja. Oké. Onverzekerd voertuig mag niet verder rijden. Wordt niet in beslag genomen, geloof ik. Dus we gaan in ieder geval... no. Insurance. En... running a red light. Waar staat die? Waar staat die? Ah, daar. Oh jawel, het voertuig wordt wel in beslag genomen. Dat is automatisch als je op het moment dat jij bepaalde bekeuringen selecteert, dus in dit geval no insurance, dan zegt hij meteen in beslag nemen van het voertuig. Dus dat gaan we ook doen. Je mag uitstappen. Ik ga taken wel vragen, mag verder lopen. Fijn nog verder. Er komen meteen twee takelwagens. Oh, die komt natuurlijk, er komt eentje natuurlijk standaard. Of die komt al standaard als ik seize vehicle doe. Dus in beslag nemen voertuig. Dan komt al standaard een takelwagen. Dus links staan ze te wachten tot het groen wordt waarschijnlijk of niet. Ze komen nu van beide kanten. Wie is eerder? Waarschijnlijk hij. Oké, die. Oh, en nu neemt hij hem weer mee. Het is maar wat. Zo, iemand zijn neergeschoten. We gaan het gebied veiligstellen. Ik ben niet tegen mijn Audi aan uit. Goed, kogelweer een vest aangetrokken. Wij gaan het verkeer hier afremmen. Op een moment kan dan... Jullie staan op het slachtoffer, hè? Geloof ik. Stoppen. Mocht er iets zijn, dan kunnen wij ingrijpen. Ik heb één keer meegemaakt dat er iets, tot er iemand terugkwam om ons ook uit te schakelen. Ja, dat was pittig kut, want op het moment dat ik hier bezig was met verkeer, begon hij aan mij te schieten. En ik schoot terug, of ik kon niet terugschieten. Ik wilde terugschieten, maar ik kon niet terugschieten. Het slachtoffer gaat naar het ziekenhuis, hij ligt hier nog gewoon. Maar goed. En de collega denkt, ik loop wel naar het ziekenhuis. Dus melding afgerond en wij gaan richting, hoe heet dat, snelweg. Ja, waar de groen? Vrachtwagen reed dus de rood. Sorry. Er komt iets. Nee. Oh, ik moet naar links. Gestolen voertuig scheurde daar voorbij. En die herkende ik aan het autoalarm wat afging.
Goedendag. Uitstappen. Handen laten zien waar ik ze kan zien. Goed. Ga je een rijbewijs zien? Christopher Mendes, oké. Okay. Raampje is ingetikt, zo te zien. Nee. Oké, okay, een rijbewijs was ingevorderd. En het voertuig is op naam van... Ik ga het volgende kenteken voor... Frank, en hij staat op als gestolen. Goed, je bent niet ambtsverplicht, je bent aangehouden voor diefstal van een voertuig. Je hebt recht op een advocaat, kun je niet veroorloven, krijg je eentje van het Openbaar Ministerie toegewezen. Heb je begrepen wat ik zojuist heb gezegd? Vast wel. Dan gaan we naar het bureau en dan gaan we jou, deze, niet jouw auto, deze auto afslepen. Doei. En zo zijn we weer waar we toen net begonnen. Is er een snellere weg naar de snelweg? Jazeker. Denk ik. Hier kunnen we vast wel ergens de snelweg op. Hier zo ja. En hier rijden. Oh ja, nog één heel belangrijk ding. De uniformen. Dit is een video die neem ik vandaag op en die komt morgen online. Zoals de meeste vaste kijkers van mij weten, is dat heel ongebruikelijk bij mij. Dus dat betekent ook dat de video's die hierna komen, en dat zijn er nog een stuk of 10, die zijn wel niet met de nieuwe uniformen. Dus let daarop. Let daar even heel goed op. Dat ik niet in de comments weer hoef te lezen van, hé, met de vorige video had je een ander uniform en nu heb je weer deze. Hoe kan dat nou? Dus nogmaals. De uniform die ik nu gebruik, vandaag, die heb ik alleen in de video vandaag. En die zullen vanaf ergens in juni, pas weer daarna komen. Dus het is, deze video heb ik toevallig tussendoor moeten uploaden of maken. Vandaar tot die, en uploaden dus. Vandaar tot nu alles nieuw is. En dan dadelijk hoor je, zie je opeens weer van, oh, dat klopt helemaal niet meer met wat er... of over de volgende video zie je dan opeens weer allemaal andere dingen. We zijn, oh, stoepje meegepakt. We zijn nu op de snelweg. Waar wij thuis horen. Maar we hebben, we zetten een noodhulpmelding gewoon lekker aan. Dus stel we krijgen een melding, dan rijden we gewoon mee. En dat mag. Als je, oh, als je, hoe heet die, agent Michael of zoiets volgt. Van Team Verkeer Noordwest Brabant of zoiets. Dan zie je ook dat hun gewoon naar woningbranden meerijden. Nou ja, sowieso ongevallen. Maar ja, nood, echt een noodhulpmelding ook. Toen zei ik zelf, toen reageerde ik zelf ook van, rijden jullie dan ook noodhulpmeldingen? Zij zeiden, ja, we zijn ook gewoon politie, dus ja. En hij zit dan ook in zijn Volvo. En daarna wordt dat een Audi voor hem. Dus het kan allemaal. En het gebeurt ook allemaal. Ambulance vraagt om assistentie, wordt lastig gevallen door een burger. Ter plaatse, even stoppen, hallo. Ik ben aangehouden, niet antwoordverplicht. Ga mee naar het bureau. Ik heb zojuist de verkeerde aangehouden, dat is niet zo mooi. Nee, ik pak weer de verkeerde. Jij bent aangehouden.
Sorry collega, ik ga je ontboeien. Nee. Ja. Excuses voor het ongemak. Goed zo. Ja. Rij nou tegen mijn Audi aan. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Ja, neem je hem mee? Goed zo. En dan gaan we weer door. Dan gaan we weer de snelweg op. OC de 12-1. We gaan een kijkje nemen. Oeh, dat was close. Drie voertuigen zijn met elkaar aan het racen. We kunnen er nog maar één pakken. Stoppen. Stoppen. Nou, dat busje vind ik hier interessant. Tenzij die nu vol op me knalt. Daar was een aanrijding, geloof ik. Eentje is uit de bocht gevlogen. Oh, sorry collega. Eentje is hier inderdaad over de kop gevlogen. Collega gaat erachteraan, erachteraan. Uitstappen, als dat kan. Oeh, hij heeft geluk gehad met zijn cabrio. Goed, geen rare dingen doen. Je bent aangehouden voor artikel 5. Gevaarlijk rijgedrag. Ik weet niet of er een artikel is voor het... racen op straat. Nou, een takelwagen. Nou, dat is geen politieauto. Dat is verhoord. Collega, schiet nou op. Ik wil door. Nou, ze zijn beide al weg. Collega's zijn achter de andere twee personen aan. Ik heb er de grootste vertrouwen in dat hun hem hebben kunnen. Zij hun hebben kunnen aanhouden. Is dat de juiste? Ja, vast wel. Dat zij hun hebben kunnen aanhouden. Nee, dat klinkt niet. Ik weet het niet, joh. Soms ben ik zo slecht daarin. Gelukkig hebben we een Nederlands examen al gehaald. Even denken. Ja, wij zijn vrij. De andere twee voertuigen zijn... ergens in die richting recht voor mij uitgeschoten. Even random kentekencheck. En dan gaan we weer omdraaien richting snelweg wederom. Ik ga het volgende kenteken. Ja, dankjewel Picky. Kom hier. Het kan wel zijn dat ik per ongeluk... dat ik per ongeluk niet door had dat het groen was. Maar dan hoef jij niet tegen mij op te knallen en er vandoor te gaan. Die krijg een pity. Nope. Wat gaan we doen? Even toestemming tot inboxer vragen. Ja, aan de kant. Oeh, daar heeft hij geluk. Veel te gevaarlijk om hier te pitten, dus dat gaan we ook verder niet meer doen. Oh, is er vervolging. Zwarte cabriolet. Ging er vandoor naar het rammen van mijn voertuig. Misschien een bewuste actie. Niemand die het weet. Ik zit vast. Ik zit niet meer vast. Ah, twee Audi's erachteraan. Dat is altijd goede handel. Alleen altijd even opletten.
Mensen horen wel een sirene, maar verwachten vaak niet het tweede voertuig erachter aan. Collega rechtdoor, ik ga rechts, links, dan kom ik hem misschien tegen. Hij gaat uiterste van het strand, doodlopende weg. Opletten met de collega's van links, die geven mij geen voorrang namelijk. Voertuig komt terug, kan alleen geen kant op. Hij gaat waarschijnlijk niet de voeten vandoor. Oké, OC schoten gelost op het voertuig. Weiger te stoppen, nog een eenheidje erbij alsjeblieft. Denk aan de burgers hier. Uitstappen. Goed zo. Handen omhoog en liggen. Handen omhoog en liggen. Ja, OC, eenmaal aanhouding, alles onder controle. Geen gewonden, denk ik. Misschien collega's, ik niet in ieder geval. Dankjewel. James Bond, als John Bond. Ik dacht even, we hebben James Bond aangehouden. Ja, dat is kut. Dat moet... Oh nee, dat hoeven we niet uit te leggen aan de baas. Nee, dat hoeven we niet. Jij wel. Jij knalt erop. Jij moet uitleggen. Niet aan je baas, maar wel aan de eigenaar van de Porsche. Hoi. Hey, voertuig is in beslag genomen. Ik weet niet meer waarvoor je er ook... Oh ja, je reed tegen mij op. Voor de rest, ja. Wij gaan nog één melding, slash achtervolging, slash wat ga jij doen. Ik hou even die persoon in de gaten. Ik denk dat hij iets gaat jatten. Namelijk zijn voertuig. Ja, jammer joh. Nu sta je achter op de takelwagen. Zit hij er nog in? Ja, hij zit er nog in. Misschien moet ik hem even... Nee, ik hoef niet die takelwagen aan de kant te zetten. Of die auto erop, ik wil die takelwagen aan de kant hebben. Ja, de suspect has come to a stop, ik zie het. Hij rijdt gewoon door. Ja, wie gaat daar nou vandoor? Hij kan er niet vandoor gaan achterop. OC, achtervolging van een voertuig. Achterop een takelwagen. Of gaat takelwagen er vandoor? Ah. Hallo, even stoppen. Hij denkt ook van... Oh, veel wapen! Wapen laten vallen. Liggen blijven. Die gaat er ook nog vandoor. Is een complot, joh. Niet meer schieten. Wapen laten... Zet de vorm te voet. Ik ren over het slachtoffer heen. Flinke voorsprong. Een persoon zat in een auto. Die was weggesleept. Wilde deze stelen. Wordt nogmaals geschoten. Bestuurder van de takelwagen. Dodelijk vuur. Neergehaald. Of zoiets. Hij zit een achtervolging te voet. Graag eenetjes met de auto erbij. We houden hem niet bij. Over. En hij ligt op de smul. Staan blijven. Je wil niet fucken met mij, hè? Hier komen. Hier komen. Ik ga je gewoon neerslaan. Kaboom! Hoppa. Ga dan maar slapen. Stoppen nu. Goed zo, je bent aangehouden. Hé. Hey. Staan blijven. Oh, zei het taser inzetje. Sprintje getrokken en... Hoppa. Ja, hij is dood. Oh nee. Liggen, want de taser is klaar om nog een keer gebruikt te worden. Ja, is hij eenmaal aanhouding. Als het goed is. Ja, is hij eenmaal aanhouding bevestigd. Zo wordt gefouilleerd. OC, ga een transportje deze kant op. Hij zit in de boeien, maar door het fouilleren ging iets fout. Dus hij zit fictief in de boeien.
Maar dus hij had een... Of hij rende op de auto af. Die werd afgesleept. Dus hij stapte in het voertuig. Takelwagen pakte de auto mee. Takelwagen een stopteken gegeven. Eigenaar van de takelwagen stapte uit. Begint te schieten op ons. Ja, hij rent er inmiddels vandoor, ondertussen vandoor. Dus nou ja. Nu ben je in een boot. Hoi. Hey mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik ga het editen en meteen uploaden. Want morgen komt hij dus online. Oftewel vandaag voor jullie. Ik zou zeggen tot de volgende video. Over 2 dagen zoals altijd. Geen idee wat. Maar dat zien jullie dan wel. Doei.